Dames en heren, welkom bij Sportlust TV. Op deze zaterdagmiddag de wedstrijd Noorddorp tegen Sportlust 46. Noorddorp, afgelopen week de trainer op een non-actief geplaatst. En via de KNVB van de 5 punten die in mindering waren gebracht, weer 4 punten teruggekregen. En tot op het bot dus gemotiveerd Noorddorp tegen een Sportlust. Dat speelt zonder Gert Labots en zonder Mitch van der List. Maar met Nick van Baren en Jeroen Merk als rechtsbuiten. Scheidsrechter van vandaag is scheidsrechter Kuub en hij heeft afgetrapt. Sportlust zal er uiteraard alles aan doen om de 3 punten mee naar Woerden te nemen. In de wetenschap dat Delta Sport de laatste weken punten aan het verliezen is. Noorddorp. Noorddorp over de rechterkant gelijk gevaarlijk in de eerste minuten. Maar keeper Fabian van Jaarsveld brengt de redding. Van Jaarsveld dit seizoen uitgegroeid tot een betrouwbare kracht in het eerste elftal van Sportlust. Een vrije trap voor Noorddorp aan de rechterkant. De bal wordt hoog in de doelmond geplaatst. Waar Rory Verhulik uiteindelijk de bal richting de voorkant lepelt. Luc Molkenboer, Joran Uiterboort. Joran Uiterboort geeft een dieptepaas op Jeroen Merk. Jeroen Merk ontspeelt zijn tegenstander. En Jeroen Merk maakt een schitterende wijze af en scoort de 0-1 voor Sportlust 46. De schaduwaanvaller bij Sportlust. Op de rechterkant Jeroen Merk. Op een schitterende wijze in de diepte gestuurd door Joran Uiterboort. Maakt het koelbordig af. En Sportlust staat voor met 0-1. Noorddorp. Noorddorp gevaarlijk rond de 16 meter van Sportlust. De bal wordt wederom in de doelmond gebracht, maar het is een eenvoudige prooi voor Van Jaarsveld. Joran Uiterboort listig richting Jeroen Merk. Maar de verdediger van Noorddorp brengt redding. Rory Verhulik richting Kevin Blonk. Kevin Blonk alleen op de keeper af en zijn schot wordt redding gebracht door de keeper. Keeper Benaar van Noorddorp. Robert Demeijer neemt de cornerbal. Wordt in de doelmond gebracht. Waar uiteindelijk keeper Benaar de bal weer in zijn handen krijgt. Een gevaarlijk counter in Sportlust. Wat uiteindelijk toch de betere ploeg is deze middag. Noorddorp in het strafschopgebied van Sportlust. Brengt de bal voor. De bal wordt wederom in de doelmond gebracht. En de spits van Noorddorp kopt de bal hoog over. Wederom het gevaar geweken voor Sportlust. Mike Verhagen naar Fabian van Jaarsveld. Schiet de bal richting voorwaartsen. Kevin Blonk in 1-2 met Nick van Baren. Kevin Blonk gevaarlijk via de linkerkant. Kevin Blonk gaat de 1-2 aan met Jeroen Merk. Kevin Blonk maakt af en de keeper brengt zijn redding. Wederom een mooie aanval van Sportlust. Een 1-2 tussen Jeroen Merk en Kevin Blonk. Joran Uiterboort vergeeft weer een dieptepaas op Kevin Blonk. Kevin Blonk wederom voor de doelman. Probeert de doelman te ontspelen en schiet er helaas over. Wordt iets te ver naar de achterlijn gedrukt. En is niet meer in staat om de bal in de doelman te plaatsen. De tweede helft. Noorddorp. Martijn Jansen brengt redding ten koste van een hoekschop voor Noorddorp. Fabian Vijaarsveld neemt de achterbal. Nick van Baren kopt de bal door. Nick van Baren naar Martijn Jansen. Martijn Jansen wordt naar de buitenzijde gedrukt. Martijn Jansen probeert zijn tegenstander te ontspelen. Schiet de bal voor. Waar Kevin Blonk niet bemacht is om het leer te verkrijgen. Keeper van Noorddorp, Benaar, brengt redding. Sportlust blijft het proberen. Wederom Kevin Blonk. Maar het schot van Kevin Blonk strandt tegen de paal. Jammer. Maar de gevaarlijkste aanvaller van Sportlust, Kevin Blonk, weet deze kans niet te verzilveren. Sportlust langzaamaan, maar zeker weer in de opwassenlijn. Heeft een moeilijke fase gehad. Maar krijgt langzaamaan weer de vorm terug. Wederom Kevin Blonk met een kans die strandt in schoonheid. Freek van Driel met een lange pas. Martijn Jansen probeert zijn tegenstander af te troeven. Maar het is wederom Kevin Blonk die lastig stoort. Wordt in de diepte nu gestoord door Nick van Baren. Gaat langs de achterlijn, passeert zijn tegenstander en nog een tegenstander. Schiet de bal voor en daar is een Joran Uiterboort die de 0-2 aantekent.
Een schitterende aanval over de linkerkant via Kevin Bloem. Die de achterlijn haalt en de bal op een presenteerblaadje ligt bij Joran Uiterboogaard. En de 0-2 is een feit. Sportlust geeft dit niet meer uit handen. Nick van Baren kopt de bal door naar Mitch van der Vlist. En Mitch van der Vlist scoort 3-0, maar deze treffer wordt afgekeurd vanwege buitenspel voor. Daar hebben we onze twijfels over. Maar scheidsrechter Kuip beslist er resoluut en keurt deze treffer af wegens buitenspel. De laatste loodjes van deze wedstrijd. De bal wordt naar de voorwaarts gespeeld. Romy Demeijer brengt redding. En scheidsrechter Kuip gaat afblazen. En Sporters heeft deze wedstrijd met 0-2 gewonnen bij Nodorp. Vooraf een lastige wedstrijd. Achteraf blij dat ook Delta Sport wederom een punt heeft verloren. Sporters staat nu bovenaan in de eerste klasse B. Met 1 wedstrijd meer gespeeld en 1 punt meer. Volgende week, zaterdag, zal Sporters TV u uiteraard verslag brengen van de topper in de eerste klasse B tussen Deltasport en Sportlust in Vlaardingen. Uiteraard zal Sporters TV daarbij zijn en zullen wij u de verslagen brengen. Rest mij u nog een heel fijn weekend te wensen en tot Sportlust.